Slet, bitch, hoer. Het is staande ram hier van de Traction Jam. En vandaag gaan we het hebben over hoe meer alfa je op te stellen. Daarover krijg je zometeen een quiz met 7 vragen. En daarin leer je precies de antwoorden over hoe je meer alfa op te stellen. Maar eerst ga ik je 2 vragen stellen om een heel erg belangrijk punt te maken. Een punt wat sommige mannen niet helemaal begrijpen. Nou, daarvoor ga ik je 2 gekke, vreemde vragen stellen. Eerste vraag. Stel je voor, je wil een vrouw hard beledigen. Wat zijn dan de scheldwoorden die je tegen haar ongeveer zou zeggen? Gekke vraag, ik weet het. Waarschijnlijk zijn dat dan dingen als slet, bitch, hoer of je bent goedkoop. Dat soort dingen worden dan vaak gezegd tegen vrouwen. Nou, zeg dat natuurlijk niet. Maar als je hetzelfde bij een man wil doen, je wil hem beledigen. Wat zijn dan de dingen die worden gezegd tegen mannen? Dat zijn dan meestal dingen als pussy of faggot, flikkertje, mietje. Allemaal dingen die zijn mannelijkheid onderuit halen. Bij vrouwen zijn juist de scheldwoorden vaak dingen die haar afschilderen als goedkoop. Bij mannen zijn die dingen juist de dingen die hem afdoen als niet mannelijk. En onder mannen heerst er een soort sfeer waarbij zij alleen maar denken van ik moet zo mannelijk mogelijk zijn. Want mannelijkheid is voor veel mannen ontzettend belangrijk. Als jij een van de mannen bent die geobsedeerd is met zich alfa overdoen laten komen, dan raad ik je juist aan deze video niet te kijken. Neem dan liever een fucking chillpil en doe wat meer rustig aan. Want onder mannen heerst er altijd zo'n sfeertje van macho zijn, je mannelijk opstellen. En dat wil je dus een tikje genuanceerd meenemen. In deze video krijg je alsnog tips over hoe je te gedragen als iemand die je zou kunnen definiëren als alfa man. Als ik het in deze video heb over alfa mannen, dan bedoel ik daarmee mensen met een hogere status. Dan nu de alfa man test. En waarschijnlijk hoor je allemaal geluiden op de achtergrond. Dat komt omdat er een festival aan de overkant bezig is en het geluid komt over het water heen. Anyway, de Alphaman test. Ga nu naar de comments en typ daar even in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zodat je overal kan invullen waar of niet waar. Want ik ga jouw kennis nu testen. Vraag nummer 1. Een alfa is vaker onbeleefd dan de gemiddelde man. Waar of niet waar? 2. Een alfa lacht meer dan de gemiddelde man. 3. Een alfa maakt oogcontact met jou wanneer jij tegen hem spreekt. Nummer 4. Een alfaman knikt als hij naar je luistert. Waar of niet waar? 5. Een alfa beweegt op een feestje, beweegt hij veel door de ruimte heen. 6. Een alfa onderbreekt je. En 7. Om empathisch te zijn, let een alfaman op lichaamstaalsignalen. Heb je ingevuld waar of niet waar? Dan kan iedereen zien in de comments wat voor een held je wel niet bent of hoe hard je hebt gefaald. Dan geef ik jou nu de antwoorden en tips hierbij, zodat je meer groeit in jouw alfa zijn. Antwoord nummer 1. Een alfa man is vaker onbeleefd. Klopt. Uit 3 verschillende onderzoeken blijkt dat hoge status vaak wordt gepercipieerd wanneer iemand simpelweg onbeleefd is. 3 voorbeelden. Uit 1 van die onderzoeken ging het over of iemand die ast op de grond sneller wordt gezien als iemand met hogere status. In het 2e onderzoek ging het over de klassieke asshole bazen move, waarbij je je voeten op je bureau legt, of je dan wordt gezien als meer machtig. En bij het 3e onderzoek, geloof het of niet, ging het over de regels breken in boekhouding. En zelfs bij die regels breken, wordt iemand gezien als meer hogere status. Ze zeggen wel eens macht corrumpeert. Maar ik zou zeggen, het tegenovergestelde is net zo waar. Wanneer jij je gedraagt als iemand die de sociale regels breekt, dan word je ook sneller gezien als machtig. Natuurlijk zie je het altijd in een bepaalde context. Wanneer jij je voeten op het bureau plaatst, terwijl dit het bureau is van jouw baas, dan zal dit je waarschijnlijk niet hogere status doen overkomen, maar zal jouw status al snel zakken naar iemand die werkloos is. Antwoord nummer 2. Een alfa man lacht meer. Vals. Misschien had je het gedacht, misschien ook niet. En een van die standaard dating tips is altijd: lach gewoon of zet gewoon een glimlach op. En hierin ook, het maakt uit context ten eerste, maar voor de meeste mannen geldt, vooral het type nice guy, vriendelijke mannen, lach juist liever iets minder.
En vooral lach alleen wanneer je het oprecht meent. Uit onderzoeken waarbij mensen werden bestudeerd die worden gezien als hoge status, blijkt juist dat zij vrij weinig lachen. Een van de dingen die je als eerste uit je systeem wil halen, is juist het lachje om goedkeuring te krijgen. En het lachje om iets dat je eigenlijk niet grappig vindt. Mannen van status geven niet zo snel die goedkeuring aan iedereen en daardoor lachen ze ook net wat minder vaak. Antwoord 3. Een alfaman kijkt je aan wanneer jij tegen hem spreekt. De meeste mensen hebben hierin ingevuld true. Van ja, dat klopt, maar nee. Een alfaman die is juist meer geneigd om weg te kijken wanneer jij tegen hem spreekt. Echter, wanneer hij tegen de ander spreekt, wanneer de alfaman tegen iemand spreekt, dan is er heel direct oogcontact. Wanneer mensen tegen hem spreken, zijn ze eerder geneigd om juist het oogcontact te breken. Pas hier wel mee op, want dit gedrag kan gezien worden als onbeschoft. Antwoord nummer 4. Namelijk op de vraag, een alfaman knikt als hij naar je luistert. Wat een van de dingen is die een verschil maakt tussen mensen met een hogere status en een lagere status, is dat mensen met een hogere status vaak weinig micro-expressies weergeven. En er zijn zoveel kleine micro-expressies, zoals het woord al aangeeft, die verschillende dingen aangeven, zoals empathie, maar ook begrip, ook zenuwen, hoge status, lage status. Die zijn zo subtiel dat er bijvoorbeeld meer dan 50 verschillende glimlachen zijn die te onderscheiden zijn. Nou, mensen met een hoge status die geven over het algemeen weinig van die kleine expressies weg. Weinig van expressie van goedkeuring of van ik begrijp je. Eerder zijn ze vrij non-expressief. En de expressies die er zijn, die zijn over het algemeen vrij helder. In mijn product Charisma God gaan we hier dieper op in. Zo diep zelfs dat je leert wat de verschillen zijn in de mondhoeken, in de ogen die gemaakt worden per emotie. En als je zulke micro-expressies beter leert kennen, dan leer je ook dat sommige emoties soms tegelijkertijd aanwezig zijn in een persoon. Dat is een manier waarop je uitermate goed mensen leert lezen. Een alfa knikt als hij luistert, is dus vals. Trouwens, voor 17 versierzinnen die je kan downloaden en vanavond nog kan gebruiken, download die gratis in de beschrijving. En dan nummer 5. Een alfaman beweegt door de ruimte heen tijdens sociale events. Uit onderzoek waarbij werd gekeken naar netwerkborrels, bleek dat de mensen die werden gezien als het meest dominant, dat zij juist op één enkele plek bleven staan gedurende het sociale evenement. En dit komt heel erg overeen als ik kijk naar gasten die net beginnen met leren vouwen versieren en net door de club heen gaan marcheren. Wat zij altijd doen is de club in en pam, 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 pam. Wat zij doen is een soort van shotgunnen zo door de club heen. Wachten tot er misschien iets raakt. En vroeger deed ik dit ook op deze manier. En dat is nu juist compleet anders. Als ik nu uitga met vrienden, dan zijn we juist vaak op één plek in de bar. Daar spreken we dan de vrouwen aan. En naarmate de avond vordert, merken we dat er een steeds grotere groep ontstaat van nieuwe vrienden, nieuwe vrouwen waarmee we zitten te praten. En het blijft juist heel erg op één plek. Dus ga niet als een shotgunnende Rambo door de bar heen, maar blijf wat langer op één locatie en spreek daar juist de vrouwen aan, zodat je een grotere groep om je heen verzamelt. En nummer 6. Een alfaman onderbreekt. Is dat waar? Of is het niet waar? Had je het nou goed of had je het nou fout? Misschien omdat je de opbouw in deze tips al zag, zie je dat alfamannen vaak gedrag vertonen dat niet geheel sociaal super wenselijk is, wat niet helemaal volgens de meest beleefde normen is. En daarom ook bij deze een alfaman onderbreekt inderdaad. Het is waar. Een alfaman is niet geneigd om compleet te luisteren naar wat je helemaal te zeggen had, maar zal eerder in de reden vallen. Vaak krijgt hij dan ook op een soort van positieve manier daar dan feedback op van haha, oh met jou kan ik ook echt geen één woord in het gesprek ertussen krijgen. Of niet? En op die manier wordt dan beleefd kenbaar gemaakt van hey, je onderbreekt wel vrij veel. Nou, dit is weer een van die dingen waarbij je op wil passen. Er is altijd een nuance, maar als je altijd heel erg netjes wacht op jouw beurt om te spreken, dan wil je eens wat vaker onderbreken. En nummer 7, namelijk een alfaman let op signalen van
lichaamstaal over hoe andere mensen zich voelen. Nou, in een zekere zin is dat waar. In een zekere zin is dat juist niet waar. Er is een bepaalde mate van empathie en er zijn bepaalde signalen waar je juist op wil letten. Hoe dit precies in elkaar zit, dat leer je in het artikel in de beschrijving. Daar leer je onder andere meer over concrete dingen die je kan zeggen om je meer voor vol leiderschap op te stellen. En leer je ook meer over lichaamstaaltrucs om in te zetten om meer hoge status over te komen. Dus check dat nu uit. Like voor een bredere penis. Abonneer voor een grotere penis. En dan zie ik jou in dat artikel. Klik de bel. Hè? Huh? Klik de bel. Ah, klik de bel. Ja, dat moet ik ook maar eens gaan zeggen, ja. Klik de bel, like, share met je moeder. Ja, fuck dat.